Wedstrijd onder leiding van Martin van de Kerkhof. Die je zojuist door uw beeld zag verdwijnen met zijn assistenten. Hier is Strand Larsen die dus in de belangstelling staat. Zo luidt het verhaal van Racing Strasbourg. Dat ook nog wel wat centjes voor hem over heeft. En hij heeft gezegd dat hij aan het eind van het seizoen gaat vertrekken. Mo Elhankouri kost hem de aanvoerdersband. Kan transfervrij de deur uit. Dus de band nu bij Michael De Leeuw om de arm. Hij is 35 en is aan het eind van dit seizoen ook transfervrij. Tenzij hij meer dan 24 wedstrijden speelt. Dan wordt zijn contract automatisch verlengd. Strand Larsen goed voor 9 treffers, maar gek genoeg. Geen enkele assist. Wellenreuter. De 26-jarige doelman met Keun weer terug in de basis. Heerkens, Dammers, die het hier wel kent natuurlijk. Crowley, Ringo Meerveld, omdat Oosting zo onfortuinlijk is. Svensson, Jesse Hoornkamp en Jay Nunnally. Nog geen kansen geweest. Elhankouri, laag en hard. Duarte heeft wel eens beter geschoten, weten we. Dan binnen. Meijer, snel in de wedstrijd, 14 minuten. De eerste mogelijkheid eigenlijk. Dat is een mooie opening voor Groningen. Een Willem II dat hield tot 8 minuten voor tijd stand in eigen huis tegen Ajax. Moet nu al binnen het kwartier capituleren in Groningen. Dat is vroeg in de wedstrijd. Sadiki ligt daar weer op de grond. Het spel gaat verder. Met Nunnally, die daar omringd wordt door 4-5 Groningers. Probeert Owusu die bal nog weg te geven. Een beetje slecht geraakt, maar dan zeer overtuigend Elhankouri. Heerkens even, weer Elhankouri. De Leeuw en Sadiki die weer snel opgestaan is. Goede bal op Svensson. Dit zou wat kunnen worden voor Willem II. Dit zou wat kunnen worden. Het balletje is laag. En uiteindelijk weggehaald door Te Wierik. En hier verder Elhankouri midden door uitverdedigen. Als dat goed gaat, dan zeggen we er niks van. Maar het hoort niet, natuurlijk. Maar dus Groningen wel weer met veel beheersen aan deze kant. Mede daardoor. Nou, balletje breed. Geen treffer. Abraham schoot die bal niet goed genoeg in. Waardoor Wellenreuter kon ingrijpen. Hier had Groningen op 2-0 moeten komen. Duarte, Abraham. Daar komt Groningen weer. Sadiki kan maar net opruimen. Meerveld. Dat zijn goede bewegingen. Dit is ook een goede paas op Nunnally. Mag Nunnally door? Voor ons nog wel. Nunnally wordt naar buiten gedrongen. En heeft dan de kracht niet meer, de tijd niet meer. Om uiteindelijk doeltreffend uit te halen. Dat had hij wel moeten doen in die situatie. Hier de mooie actie van Meerveld. Een mooie slalom en dan het oog voor Nunnally. Die geen buitenspel is. En maar kijk eens, de achterstand wordt keurig weggewerkt door Casemiro. En dan is Nunnally er eigenlijk simpel uitgelopen. Paulos Abraham en het appel van de Kerkhof staat erbij en wuift meteen als zijnde de man die daar goed het oog in heeft. Zeer gedecideerd, meteen weggewoven. Ja. Maar moet er toch even gekeken worden of niet? Welk gebaar is dat? Nee,
Ze gaan in Zeist in de caravan van de Kerkhof niet overroelen. Die stond erbij. En al was die arm hoog. Hij vond het allemaal blijkbaar een vloeiende natuurlijke beweging. Die hier ook door de Leeuw wordt gemaakt. Maar die had er ook in kunnen schieten van die afstand, zou je zeggen toch. Grote kans voor Groningen. Op 2-0. Wat heet. Hallo Koeri. Heerkes. Had de tijd om uit te verdedigen. En toch gaat het zo slordig als het gaat. En dan kan Groningen weer aan een kans toekomen. Maar Abraham komt er dan niet uit in combinatie met De Leeuw. En nu wellicht, wilde ik zeggen, Willem II. Maar Nunnely dit keer gestuurd door Te Wierik. Paas van Sadiki. Soeslof. Half en half. Daar komt De Leeuw niet aan een schot. En Duarte wel, maar kan het niet drukken met Nunnely in de buurt. Elan Koeri en Soeslof, ze vinden elkaar veel. En Crowley die de bal maar half raakt. Duarte. Nou, dan toch nog de voorzet. Weggehaald door De Leeuw. Crowley. Keun. Ja, die bal komt nog ergens. Komt bij Sadiki, die ook nog kan uithalen vanaf de rand van de 16. Maar dat slordig doet. Had meer tijd dan hij zichzelf nam. Dries Sadiki. Zo waar een aanzet tot een kansje. Zo leuk als het was in de eerste helft bij tijd en wijlen. Zo leuk is het eerste kwartier na rust niet geweest. Maar het is wel voorbij nu, dus daar hoeven we ons niet meer om te bekommeren. Bijna een uur gespeeld in Groningen. Dat leidt met 1-0. Kopbal van Meijer. Aangeven van Van Hintem. Die nu strak. Paast op Abraham. Dat is een goede paas en dan kan Abraham door. Sadiki ertussen. Hoekschop Groningen. Soeslof. Bal bij de tweede paal. En daar is Strand Lassen. Maar die strandt op Wellenreuter. Dubbele wissel bij Groningen. Drie dubbels zelfs. Iran Dust, Dankerlui en Bogarde. De Leeuw. De Leeuw van Hintem. En Soeslof. Verdwijnen. De Leeuw, Iran Dust, de 23-jarige middenvelder. Tamiel Dankerlui, verdediger. Leiro Bogarde. Weer Meijer met een kopbal. Deze is voor Wellenreuter. Crowley. Daar liep en hoopte Kabangu. De bal, maar Groningen met Ruitkamp, met grote passen. Abraham, ruimte voor Strand Lassen, maar die moet naar de rechter. En dan schiet hij hem tegen de man die hem de bal gaf aan. Dat ziet er sneu uit. Ja, ik kan geen twee kanten uit. Grote passen. Abraham, geen beide spel voor Strand Lassen. En dan... verdedigt Abraham onvrijwillig.
Duarte. Elancuri. Elancuri. Werkt wel keihard, maar Keun krijgt de bal niet te min bij Horenkamp. Horenkamp met Kabangu. Horenkamp zelf, maar dat is een schuivertje. En ook nog niet eens op doel. Hij weet het zelf, dat moet daar beter. Elancuri is lastig voor Keun, maar die krijgt hem hier toch prachtig bij Horenkamp. Kabangu maakt dan de overstap, maar voordat dat enig effect sorteert, besluit hij het zelf te doen. En daar is hij ook bepaald zelf niet tevreden over. Dat kan ik me wel voorstellen. Casanvirio, te Wierik, van de bal gezet. En dan in eigen doel bijna. Maar dan wordt er gefloten. Roemeratu keulert. Ja, dat zou nog wat kunnen worden. Kabangu en daar komt Sadiki. Dat scheelt centimeters. En meer niet. 3 minuten voor tijd. En hier is Kabangu. Ja, die bal is binnengebleven. Kabangu, laag en hard. En dat is de tweede mogelijkheid voor Willem II. En is hij dus de matchwinner, Björn Meijer. 18 jaar en nog wat. Zijn treffer al in de 14e minuut. Mooi treffer. Aangeven van Hinten. Voldoende voor 3 punten.